In onze markt hebben we ook nog nooit geen problemen met crisis. Mensen moeten altijd eten. En zodra mensen minder verdienen, koopt men blikverpakking, want dat is goedkoper. We maken vloeibare lakken voor de blikverpakking. om de verpakking duurzamer, milieuvriendelijker en goedkoper te maken. Hier aan de binnenkant zie je dat goud. en dat is ons product. Die beschermt het vulgoed, wat door de leverancier daarin gestopt wordt. En hier heb je een zieling, die beschermt nog weer de naad waar het lik is gelast. Onze producten worden verwerkt voor bonen, voor boters, voor oliën, voor verven, voor noem maar op. Alles wat blikverpakking kan aantasten en waar je een verpakking nodig hebt wat moet beschermen, kunnen onze lakken voor gebruikt worden. We zijn niet de enige in de wereld, maar we zijn wel, denk ik, heel innovatief ten opzichte van anderen. Dus we gebruiken andere grondstoffen, we proberen het milieuvriendelijker te doen, duurzamer en uiteindelijk goedkoper. Ja, dit is een voorbeeld van innovatie die we hebben gedaan. Dit is een, een wit gelakte bus die normaal gesproken bestaat uit een wit lak en een transparante uh, aflak. En wij hebben een product ontwikkeld wat zowel het wit als de transparante aflak in één uh, aan te brengen is. En die dezelfde bescherming biedt als een tweelaagsysteem. Nou, Blik is zo goed omdat het A. al 95% gerecycled materiaal is. Dus je kan uh, blikken oneindig weer, uh, hergebruiken. De laklaag die erop zit. Is vele malen milieuvriendelijker dan een plastic fles. Eén pet fles is voldoende om al deze blikjes, 365, aan de binnenkant te bekleden. De bescherming van blik ten opzichte van voedsel is beter. Het is gezonder, wordt niet aangetast. Er zit veel minder suiker in, zout in, conserveringsmiddelen. En het is eigenlijk zo goed als vers. Ik hoop en ik verwacht dat gezien de hele discussie over plastic. Men anders gaat denken over blikverpakkingen. Dat de grote verbruikers van, van verpakkingen eens na gaan denken van hé, hey, kan het beter, kan het duurzamer, kan het milieuvriendelijker? En ik denk dat je dan als heel snel uitkomt op blikverpakking. Dus ik denk dat voor ons bedrijf de toekomst rooskleurig is.